na zdrowie. Dobrze, no? Als de Kozakken het wit gaan pakken, dan gaat dat anders dan bij ons in vlees en beken. Ja, die Kozakken, die hoor je smakken. Nee, op wat liters vodka wordt dan niet gekeken. Dan hoor je hoi, 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 en dan word je Kasacho. Hoi, 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 en ze nemen nog een slok. Dat strook je, dop je nog. Wat doet een reus met een gat in zijn linkersom? Kasacho. Wat doet zijn zus met een scheur in haar rode rok? Kasacho. Wat doet een reus met een staart van een geitenbom? Kasacho. Onga doet het langs de wonga. Ja, de sunget in de pakken doen die Russen en Kozakken nog iets anders dan de Kasacho. Straks komen Russen met hele bussen hier op vakantie in Mazeik en schraven voeren. Pas op die Russen, ze zijn intussen een groot gevaar voor alle Vlaamse cafévloeren. Ze roepen hoi, 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 en dan word je Kasacho. Hoi, 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 en ze nemen nog een bok. En als dropje, dop je nog. Wat doet een reus met een gat in zijn linkersom? Kasacho. Wat doet zijn zus met een scheur in haar plooierok? Kasacho. Wat doet een reus met een staart van een geitenbom? Kasacho. Onga doet het langs de wonga, Ivan doet het voor de divan en Kalinka doet het in de kippenhok. Ja, de zonnet in de pakken doen die Russen en Kozakken nog iets anders dan de Kasacho. Onga doet het langs de wonga, Ivan doet het voor de divan en Kalinka doet het in de kippenhok. Ja, de zonnet in de pakken doen die Russen en Kozakken nog iets anders dan de